Ik heb in 2008 op Aksen, was heel mooi zonnetje, alles voor Frank. Hebben we, ja, elke dag geven we dan bij de bak, geven we dan ja, een demonstratie van een uur. Nou, als we om 10 uur beginnen, zijn we om 9:30 nog het lullen, omdat zoveel mensen altijd voorbij komen. Jongens, zonder flauwekul, wat nu vertellen, hè? We hebben dat jaar 3 dagen in Aksen, waar er ruim bijna 25.000 mensen komen. Ja, niet dat ze alle 25.000 hebben gehad. Maar gevraagd, hoe oud zijn die vissen in uw vijver? Zonder flauwekul, jongens. 2 man die boven 12 jaar uitkwamen. 2 man. Ik heb even 20 jaar gehad. Hé, dat klopt. Maar is het een Japanse keuk? Ja, dat is een Japanse keuk. Mooi. Dan heb je de hele goeie. Ja, hij was niet groot. Hij was niet mooi. Ja, hoe? Hij heeft 20 jaar gedaan. Verleden zijn we de mooiste kinderen, dat zien we mij ook. De kinderen lief geweldig. Ik mis hem nog steeds. Ik mis hem nog steeds. Die was hem opgezet? Ja. Af en toe, weet je wel. Een collatertje erbij. Ja, echt waar. 20 jaar. Toch. Ja, maar je vissen wisselen, je gaat dan niet de vis even houden. Voor de meeste, die ruilen weer in voor een betere vis. Ja, is dat zo? Jij hebt gelijk. Gelijk, maar is het zo dat je dan een betere vis hebt? Ja, wanneer heb je een vis? Maar ik bedoel, als je jou een boekje hebt en ik zie daar wat oranje en ik kan een betere koop, ik ga die andere weg en die vis erin. Dus het is heel lastig om dan heel. Ja, ja. Het is een beetje. Ik heb er al zoetje gekocht. Kijken jullie wat die zegt, jongens? Ja, als je een boekje hebt, een boekje is een hele mooie gele vis, als die mooi is. Er zit wat oranje op en die wordt er niet meer als mooi.